Deze video gaat over de evolutie van de mens. We gaan eerst even kijken naar de mensaap. Wij mensen, wij zijn mensapen, maar binnen de groep van de mensapen zitten nog 5 verschillende soorten. Waaronder de gibbon, de orangutan, de gorilla, de chimpansee en de bonobo. Nou, al die mensapen, dus ook wij, hebben gemeenschappelijke kenmerken. Namelijk, we hebben geen staart en onze duim is opponeerbaar. En dat betekent dat je je duim voor je andere vingers kan brengen. En dat is handig, want dan kan je makkelijk iets vastgrijpen. Als we naar de stamboom van die mensapen gaan kijken, dan is de gibbon degene die het langst geleden een gemeenschappelijke voorouder heeft gehad met de andere mensapen. Vervolgens de orang-oetang, daarna de gorilla. Nou, de mens is op een gegeven moment ook afgesplitst van de andere soorten, van de bonobo en de chimpansee. Dat is ongeveer 7 miljoen jaar geleden geweest. En als we bij deze groep gaan kijken, dan heeft daar dus nog een keer een splitsing in 2 soorten plaatsgevonden. En die bonobo en die chimpansee, dat zijn ook de mensapen die het meest op elkaar lijken. Nou, de mens is dus een mensachtige. En wat er is gebeurd, tenminste dat is de theorie, dat is dat er ongeveer 12 miljoen jaar geleden, toen is de Afrikaanse plaat, die zit hier aan de oostkant van Afrika, die is gaan scheuren. En er is daar dus een breuklijn ontstaan en voor gedeelte zijn er gebergtes, maar er is daar ook de Afrikaanse slenk ontstaan. Dat is juist weer een gebied met veel dalen. En nou ja, ten westen daarvan werd de omgeving vochtig en daar zijn veel bomen gaan groeien. En daar zien we nu nog steeds wouden. En ten oosten vinden we de savannes. En waarschijnlijk zijn op die savannes juist de mensachtigen gaan evolueren. Op die savannes heerste namelijk een bepaalde selectiedruk. Het is bijvoorbeeld, als er redelijk hoog gras is, is het voordelig om ver te kunnen kijken. Want dan kan je roofdieren van afstand aanzien komen. Je kan jezelf in veiligheid brengen. Of je ziet juist je prooidieren heel makkelijk. De aanpassing die in de loop van de tijd ontstond, is dat het bekken van die mensachtigen in een andere stand ging staan ten opzichte van de andere mensapen. En onze grote teen is verplaatst, waardoor we meer steun hadden op de grond met onze voeten. En daardoor konden we op 2 benen gaan lopen. En dat op 2 benen lopen maakte onze handen vrij. En dat is handig, want dan kan je ten eerste voedsel dragen van de ene plek waar je bijvoorbeeld iets hebt gedood. En dan kan je dragen en dan kan je voor anderen zorgen die op dat moment niet op die plek waren, maar ze wel van voedsel dus voorzien. En je hebt je handen vrij om gereedschappen te gebruiken, waaronder speren, waarmee die jacht ook wel weer effectiever werd. Nou, wat we ook zien is dat de schedel in de loop van de tijd is aangepast bij die mensachtigen. En wat je daar ziet is dat de kaak in verhouding steeds kleiner is geworden, maar dat de herseninhoud groter is geworden. Dit is een gedeelte van de stamboom van de mensachtigen. En zoals ik eerder al zei, die mensachtigen zijn ongeveer 7 miljoen jaar geleden ontstaan. En deze stamboom begint iets minder dan 4 miljoen jaar geleden. En je moet je realiseren dat bij al deze tijdsperioden die ik heb opgeschreven bij die mensachtigen, wanneer ze geleefd hebben, dat dat eigenlijk altijd ook wel aan discussie onderhevig is. Wanneer is iets al een nieuwe soort geworden? Noem je die overgang vanuit de ene soort naar de andere, is dat eigenlijk al die nieuwe soort of nog niet? Daar is best wel wat discussie over. En zo zal je misschien in andere bronnen ook wel wat andere jaartallen terugvinden voor de leefperiode van deze mensachtige. En soms komt dat ook gewoon omdat er weer een nieuw fossiel is gevonden en we onze kennis daarmee kunnen bijstellen. Maar de Australopithecus afarensis, zo'n 3,9 miljoen tot 2,9 miljoen jaar geleden heeft hij geleefd. Dat deed hij in Oost-Afrika. Zij waren zo'n 130 centimeter lang en hun herseninhoud was zo'n 400 kubieke centimeter. Nou, daaruit zijn ontstaan de Homo habilis en de Homo erectus. Nou, de Homo erectus, dat is de mensachtige waaruit uiteindelijk ook wij zijn geëvolueerd.
En die leefde vanaf zo'n 2 miljoen jaar geleden tot zo'n 120.000 jaar geleden. En erectus betekent rechtop staan, dus in feite is dit een rechtop staande mens. Waar leefden ze op de wereld? Dat was in Afrika, China, Indonesië. Daar zijn allemaal fossielen hiervan gevonden. En interessant is dat zij al gesproken taal hadden. Nou, uit die Homo erectus is later een andere soort geëvolueerd, namelijk de Homo heidelbergensis. En die Homo heidelbergensis die leefde zo'n 700 tot 300.000 jaar geleden in Oost-Afrika, maar ook het zuiden van Afrika. En er zijn ook fossielen van gevonden in Europa. Ze jaagden op groot wild en er zijn ook wat bewijzen waaruit lijkt te komen dat ze ook echt daadwerkelijk zorg voor elkaar hadden. Die Homo heidelbergensis is wel interessant, want daar is de moderne mens uiteindelijk uit geëvolueerd. Hè? Dat zijn wij. Maar eerder al is er een andere mensachtige afgesplitst en dat zijn de Neandertalers. Homo sapiens neandertalensis. En die Neandertalers die hebben ook in Europa geleefd. En toen op een gegeven moment vanuit Afrika, waar die moderne mens is ontstaan, die moderne mens richting Europa migreerde. En de eerste die daar leefde, die noemden we de Cro-Magnon mens. Die term kom je wellicht ergens tegen. Maar die hebben dus tegelijkertijd met die Homo sapiens, Neandertalensis, oftewel de Neandertalers, in Europa geleefd. En het interessante is dat als je bij Europeanen in hun DNA kijkt, dat daar ook echt DNA terug te vinden is van Neandertalers. Hè? Ongeveer zo'n 2%. En daaruit blijkt dus dat er ook kruisingen tussen deze twee soorten hebben plaatsgevonden. En als je bij mensen kijkt die uit Afrika komen, daar zie je dat Neandertaler DNA niet terug in hun DNA. En als je nou even naar het geheel kijkt, naar deze gehele stamboom, dan hoop ik dat je opvalt dat in de loop van de tijd het hersenvolume van die mensachtige steeds groter is geworden, tot uiteindelijk de 1400 kubieke centimeter, zoals we dat aan hersenvolume bij de moderne mens hebben. Nou, zoals ik al zei, de moderne mens is in Afrika ontstaan, ergens in het gebied Oost-Afrika tot meer in het zuiden. En op dit moment denkt men dat het in het gebied is geweest dat ergens Namibië, Botswana, Zimbabwe is. Dus dat is redelijk zuidelijk en dat is zo'n 200.000 jaar geleden waren daar de eerste moderne mensen. En vanuit Afrika zijn mensen, de moderne mens, over de wereld gemigreerd. En we kunnen die migratiepatronen redelijk terugleiden. Ik heb hier een wereldbol. En nou, hier is het oosten van Afrika en het zuiden van Afrika. Dus ergens in dit gebied is die eerste moderne mensachtig ontstaan. En die is gemigreerd via het Midden-Oosten, Europa in, maar ook Azië in en vanaf daar richting Australië. Maar ook vanuit Azië in dit gebied, hier is de Beringzee, maar er zijn periodes geweest waarin dit eigenlijk geen zee was. En waardoor je zo vanuit Siberië, Alaska in kon lopen en vanuit daar heeft er migratie plaatsgevonden. Uiteindelijk Zuid-Amerika in. Nou, hoe weten we dit? Dit weten we doordat er nog wel eens mutaties plaatsvinden. Dus als bij de groep mensachtigen die bijvoorbeeld hier leeft een mutatie plaatsvindt en vanuit deze plek gaan die mensachtigen Europa immigreren, dan zou je zien dat al die Europeanen diezelfde mutatie hebben. En als vanuit diezelfde plek vervolgens ook deze kant op wordt gemigreerd, dan vind je die mutatie ook terug in de fossielen die je hier vindt. Nou, als dan vervolgens de groep mensachtigen die hier leeft, als daar een mutatie plaatsvindt en ze migreren Amerika in, dan vind jij die mutatie ook bij de fossielen die je daar terugvindt, maar niet bij de fossielen in Europa. Nou, op die manier zijn allemaal migratiepatronen over de wereld van mensachtigen te herleiden. Daar heb je dus wel fossielen voor nodig en die moet je dan ook maar net gevonden hebben. Nou, de vraag is, gaan die mensachtigen, of eigenlijk wij zelf, de mens, de moderne mens, gaan wij nog verder evolueren? Nou ja, waarschijnlijk wel. Het is alleen niet te voorspellen welke richting op. En soms denk je dat een eigenschap nadelig is.
Maar dan blijkt dat misschien toch iets anders te liggen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar sikkelcelziekte, hè, dat betekent dat je rode bloedcellen niet een normale ronde vorm met in de binnenkant een deukje, dus eigenlijk een soort donutvorm hebben, maar dat die rode bloedcellen meer de vorm hebben van een sikkel, ze staan ook een beetje krom zo. Ja, dat is, dat lijkt een hele nadelige mutatie, want die rode bloedcellen die klonten makkelijker aan elkaar, dan krijg je eerder bloedklontjes en daarmee makkelijker hartinfarcten of een TIA of dat soort dingen. Maar nu blijkt het zo te zijn dat heterozygoten slechts een hele lichte vorm hiervan hebben, maar dat ze daarmee wel beter beschermd zijn tegen de malaria-parasiet. Dus er zijn gebieden in Afrika waar heterozygoten in het voordeel zijn en waar in verhouding ja, redelijk veel sikkelcelziekte voorkomt, want ja, dat allel wordt veel minder weggeselecteerd daar. En gaan wij nog organen krijgen die we in de toekomst niet gaan gebruiken, die daardoor rudimentair worden, die hun functie hebben verloren? Ja, wellicht wel, wellicht ook niet. Ik kan het niet met zekerheid stellen. We hebben wel wat organen die rudimentair zijn inmiddels. Als we kijken naar onze darm, ons spijsverteringskanaal, dan hebben we aan de blinde darm een wormvormig aanhangsel zitten. Daarvan is de functie die bij heel veel dieren heeft dat als functie, dat het heel erg, als het heel erg lang is, dat er veel bacteriën in zitten die plantaardige resten kunnen afbreken, zodat die organismen nog redelijk wat voedingsstoffen kunnen halen uit hun plantaardige voedsel. Ja, wij hebben dat minder nodig, want wij eten ook wel vlees en we komen aan voldoende voedingsstoffen. En we zien wel nog het restant van dat lange aanhangsel zitten. En hetzelfde geldt voor een staartbeen. We hebben geen staart meer, maar we hebben nog wel de botjes, een paar botjes die aan het begin zijn van een staart. Ja, wellicht komen er nog meer rudimentaire organen. Ik kan alleen niet voorspellen welke dat zullen zijn. Vond je deze video leerzaam en zou je vaker van mij uitleg willen hebben? Ik zou het leuk vinden als je je op mijn kanaal abonneert.